Akerboom. Kees Akerboom, goedemorgen, the day after. Een hele bijzondere dag in Den Bosch, maar dat heb je wel gemerkt. Want als ik kijk naar de reacties op social media op jouw retirement, ja, die zijn ongelooflijk. Uit het hele land, iedereen. En dan realiseer je wat een icoon jij bent en wat je allemaal betekend hebt voor mensen. Dat zijn een hoop mooie woorden, Bob. Ik heb inderdaad gisteren bekendgemaakt dat ik ga stoppen met spelen. En dat was een moeilijk besluit. Maar ook een besluit dat past bij de fase waar ik in mijn leven in zit nu. Ik ben heel erg overweldigd eigenlijk met al die berichten die ik heb gezien en gekregen. Ik heb ontzettend veel berichten gekregen van mensen waar ik vroeger mee heb gespeeld, ex-coaches. En nu pas besef ik ineens hoeveel het teweeg heeft gebracht. Ja, ja, nou ja, je bent natuurlijk, om heel eerlijk te zijn, misschien wel net zo groot als de club. Hè? Als je praat over basketbal in Den Bosch, dan praat je ook over Kees Akerboom. Eigenlijk twee keer Kees Akerboom natuurlijk, hè? Ook jouw vader. Wat jullie hebben betekend en hoe jullie deze club op de kaart hebben gezet, dat is ongekend. Ik denk niet dat er andere clubspelers zijn die zo'n impact hebben gehad op een club en zo vereenzelvigd zijn met een club. Dus dat is ongelooflijk. Ja, ik heb jou zien spelen, weet ik nog. Misschien was dat wel een van jouw eerste seizoenen in de Eredivisie. Dat was Eiffel Towers uit in Nijmegen. De wedstrijd waarin je er volgens mij 40 of 41 ingooide. Ja. En dan realiseer je wel van, hij speelt niet alleen maar omdat hij toevallig Kees Akerboom heet. Hij kan ook echt schieten. Ja, ja, dat klopt. Dankjewel voor die mooie woorden, Bob. Dat zijn in één keer dingen die allemaal terugkomen nu. Daar word je aan herinnerd sowieso. Dat was een bijzondere wedstrijd inderdaad. Mijn talent voor schieten was al van jongs af aan duidelijk. En eigenlijk is pas in dat seizoen was eigenlijk mijn doorbraak als speler. Dat ik ook echt meedeed in de Eredivisie. Daar heb ik hard voor moeten werken. En ondanks dat ik inderdaad Akerboom heet en me nog steeds wordt vergeleken met mijn vader, ben ik wel trots op dat ik gewoon een eigen carrière heb kunnen spelen inderdaad. En ja, of ik net zo groot ben als de club, ik ben heel bescheiden. Ik heb wel heel veel hart voor de club altijd gehad en ontzettend hard gespeeld om wedstrijden te winnen. En ik was er ook echt zuur van als we een keer niet wonnen. Dus wat dat betreft ben ik echt blij en ben ik ook geëerd dat ik zo lang voor deze club heb kunnen spelen. Ja, voor de club. Ik gaf al aan, ik heb dat eerder met Kees besproken. We nemen natuurlijk afscheid van een enorm clubicoon, zoals er maar weinig zijn en ook bij weinig clubs zijn geweest. Ik weet ook niet of dit soort spelers nog gaan komen, om heel eerlijk te zijn. Want topsport is toch een ander métier geworden dan een x-aantal jaren geleden. Dus dit is iets waar wij als Den Bosch enorm trots op moeten zijn. We krijgen natuurlijk nu allerlei vragen van mensen en van fans. Gaat Kees Akerboom nog betrokken blijven? Of blijft hij nog iets doen in het basketbal? Hoe sta je daarin, Kees? Heb je daar al eens over nagedacht? Ik heb er wel over nagedacht, maar nog niet echt lang. Tot nu toe ben ik altijd gewoon professioneel speler geweest. En dat wilde ik zo lang mogelijk doen. Dat was een van mijn dromen en doelen altijd. Er komt nu helaas een einde aan. Het voordeel daarvan is dat ik even niet meer alle weekenden naar Groningen op en neer hoef, naar Leiden. Dus dat is even een voordeel waar ik voorlopig even van ga genieten. Coach is wat dat betreft geen optie voor mij. Ik heb wel heel veel kennis van de sport. En ook van de technieken die daarbij horen, zeker ook voor de jeugd. Ik sta er zeker voor open om nog een rol van betekenis te kunnen spelen voor het basketbal. Ja. Want ik heb begrepen dat er ook weer een volgende Akerboom is. Ja. Die in Bellicum regelmatig voorzichtig een balletje gooit, toch? Ja, dat klopt, ja. Nou, dat was grappig, want gisteren om 5 uur hadden we afgesproken dat het bericht naar buiten zou komen. Ja, toen werd mijn telefoon al meteen gebombardeerd. En toen vroegen de jongens van, wat is er aan de hand? Want mijn moeder, of Nina, hun moeder, die begon ineens te tranen. En toen zei Nina, die zei, papa heeft net verteld in de krant dat hij gaat stoppen met basketbal. En toen zei mijn oudste zoon meteen van, oh, dat is niet waar. Papa gooit die krant weg, weet je wel. Dat was zijn eerste reactie. En mijn tweede zoon die zei, ah mama, je hoeft niet te huilen. Je kan nou gewoon naar onze wedstrijden komen kijken. Dus dat was voor mij een heel mooi moment eigenlijk. Want het was pijnlijk aan de ene kant dat ik stop. Maar aan de andere kant was het ook van mijn zoon die zei, van, komt wel goed. Ik zorg ervoor dat het goed komt. Dus wie weet komt er een nieuwe basketballer aan. Het is voor de club Den Bosch
Heel erg raar natuurlijk om te spelen zonder een Akerboom. Heeft hij ook talent trouwens? Kan hij ook mikken? Ja, hij kan mikken inderdaad. Ze staan allebei thuis aan het oefenen in de tuin. Maar ik ga er nog geen druk op leggen nu. Dat heeft mijn vader ook niet bij mij gedaan. En van jongs af aan gewoon beginnen met basketballen en het plezier vinden. En dan kun je vanzelf zien of het wat wordt uiteindelijk. Ja, ik las gisteren, Kees, een interview met Leon Kersten. En dat was volgens mij uit 2009. Ja. En toen zei je daarin eigenlijk al een paar hele herkenbare dingen die je eigenlijk ook gisteren gezegd zou kunnen hebben, bij wijze van spreken. Eén daarvan was dat jij constateerde, of een coach constateerde over jou, dat je af en toe te bescheiden was. Ja. En dat je ook niet snel tegen Amerikanen zou roepen van, hey, hallo, hier die bal, dan gooi ik hem er wel in. Je verwachtte dat ze het begrepen en dat ze gewoon de kwaliteit hadden om te pasen en de bal te delen. En die bescheidenheid die heb ik natuurlijk de afgelopen periode dat wij met elkaar contact hadden over jouw besluit. Ja. Die heb ik ook meegemaakt natuurlijk, want heel veel mensen vragen, wat gaat de club doen om afscheid te nemen van Kees Akerboom? Ja. Nou ja, ik heb meteen tegen jou gezegd, dat weet je Kees, van dit gaan we niet doen met een boekenbon op de middenstip. Ja. Jij bent een ongekend clubicoon en wij zijn een club van klasse en we willen dat echt doen met alle egaars. Dus we willen iets doen wat misschien wel on-Nederlands uniek is, maar daar moet je nog heel even over nadenken. Hè? Dan weten de mensen ook meteen dat wij dat als club echt ontzettend graag willen. En dat jij zegt van hallo, ik ben Kees Akerboom en de spotlights, daar moet ik even over nadenken of ik het allemaal wel wil. Ja, even terugdenken. Je begon met dat je een stuk had gelezen van Leon Kersten. Over bescheidenheid. Over bescheidenheid, ja. Nou ja, daar kan ik mooi even een link maken naar die wedstrijd dat ik 40 punten scoorde. Toen zat ik in een team dat het vanzelf was om als team te spelen en ik kon toen echt laten zien wat ik kon. Alleen toen heb ik ook al meteen geleerd van je kan 40 punten scoren, maar die wedstrijd hebben wij ook verloren uiteindelijk. En toen heb ik me ook gerealiseerd, je moet ook al kun je heel goed scoren, je moet ook samenspelen om wedstrijden te kunnen winnen. En dat is voor mij uiteindelijk altijd het belangrijkste geweest. En daar heb ik altijd bij alle teams waar ik in heb gespeeld op gehamerd, dat je pas als team kan winnen van een stel individuen die beter zijn. En je ziet het nu in de NBA, zie je het ook gebeuren. Ja. Ja, je bent pas goed als je als team je krachten kan gebruiken. Aan de andere kant, de bescheidenheid is inderdaad iets wat bij mij past. Ik realiseer me ook nog niet zo goed wat ik allemaal heb betekend voor het Bosco Basketball. Vooral de impact, dat merk ik nu pas sinds ik al die reacties krijg. Ik weet natuurlijk dat er heel veel fans zijn. Die wil ik ook overigens heel erg bedanken voor alle jaren dat ze mij hebben gesteund. Ook de vrijwilligers die al jarenlang bij de club betrokken zijn. En daarnaast ook de verschillende besturen die geholpen hebben om de club overeind te houden, onder andere. Maar ook naar behoren hebben bestuurd. Die afscheidswedstrijd, dat is inderdaad iets wat niet bij mij past, maar waar ik wel open voor sta, denk ik. Ik ga er nog heel even kort over nadenken, maar aan de andere kant wil ik ook de fans de gelegenheid geven om afscheid te kunnen nemen. Dus, en ook de club natuurlijk. Maar het is niet iets wat direct bij mij past, maar misschien moet ik het gewoon ervaren om te kijken wat het is. Ja, ik heb Kees beloofd dat wij als club zijnde hem iets heel gaafs gaan aanbieden, wat ook top georganiseerd wordt. En waar hij nog jaren later met heel veel trots en plezier op kan terugkijken. Kees, we hebben het over een afscheid en tegelijkertijd weet jij hoe ik erover denk. Een speler zoals jij zou eigenlijk nooit echt afscheid moeten nemen. Hè? De club is is de Kees en Akerboom. En Kees en Akerboom zijn de club. Dus wij gaan met elkaar praten over vormen waarin jij nog betrokken zou kunnen zijn bij het Bosse basketbal. Dat is denk ik voor iedereen hartstikke fijn. Ik wil jou in ieder geval vanaf deze plek namens de fans, namens de sponsors, namens alle medewerkers rondom de club, namens het management, namens de technische staf, namens iedereen enorm bedanken voor wat jij altijd betekend hebt voor de club en wat je hopelijk nog jaren in een andere vorm gaat betekenen voor de club. Je kunt terugkijken op een carrière waar heel veel mensen een moord voor zouden doen. In alle opzichten. En wij gaan de komende tijd dus rustig praten over een afscheid in unieke stijl.
Wat mij betreft gaan we een keer een poll organiseren, zodat de fans daar ook nog een heel klein beetje inspraak in hebben van, komt die er wel of niet, die afscheidswedstrijd. Ja. En als meer dan 80% zegt, we gaan ervoor, dan spreken we af dat jij ook zegt, van dan vind ik het prima. Dat vind ik een mooie deal, hè, Bob. Oké, nou, ik wil jou extreem bedanken, Kees. Nogmaals, het is heel raar om hier te zitten en om te weten dat er een... einde is gekomen aan het sportieve tijdperk Akerboom 2. Ja. Maar wat ik al zeg, Kees Akerboom gaat nooit helemaal uit de club. En de club die gaat nooit uit Kees Akerboom. Nou, je hebt zelf die banners opgehangen van mijn vader onderaan en mij. Dus wat dat betreft zijn we voorlopig niet uit de zaal weg te krijgen. Ja. Hartstikke bedankt voor je mooie woorden. Het was een mooie carrière. En ik ben blij dat ik hem hier heb af kunnen sluiten ook. Bij mijn stad en bij mijn club. En... ik wil er niet bovenuit stijgen, maar voor mijn gevoel was het altijd gewoon de club die bij mij hoorde.